noemt. Als Havel nou dinsdag president wordt, dan is Tsjechoslowakije een beetje af eigenlijk. Ja, maar de positie van Van der Broek hier is eigenlijk al onhoudbaar nu. Onze Van der Broek? Ja. Hoe dat? Nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Tsjechoslowakije, komt voort uit Garta 77. Ja. In 86 kreeg Havel de Erasmusprijs. Hier in Nederland? Ja. Kon hij zelf niet komen halen, want anders kon hij niet terug. Ja. Hij schreef wel een reden waarin hij het belang van Garta 77 nog een keer onderstreepte. Ja. Toen wou Van der Broek toch niet dat Beatrix die reden hoorde? Wou hij toch stukjes over Garta daaruit schrappen? Terwijl Beatrix 10 keer progressiever en intelligenter is dan Van der Broek. Omdat de koningin erbij zat, mocht dat mocht dus niet gezegd. Nee. Dus Havel die mocht is niet zeggen wat hij wilde in Nederland. Nee, positie van Van der Broek is onhoudbaar. Zal ik straf uitdelen? Graag nog een keer, ga maar. Goed, ga maar. Als Havel dinsdag president wordt van Tsjechoslowakije, moet onze minister Van der Broek op zijn knieën naar Praag om alsnog zijn excuses aan te bieden. In korte broek dus. Hansje Scheitenbroek. Ik was dat helemaal vergeten. Het is de dag van de mensenrechten, daar mogen we even aan herinneren. We schakelen meteen over naar Den Haag. Hier is Kijk op het Rijk. Mensen, goedenavond. Hallo. Ja, ik wilde het vanavond eens hebben over de binnenlandse veiligheid. Want er zijn deze week een paar dingen gebeurd. Zeg, Loek, sorry. Wat is dat voor een das die je daar draagt? Das? Die das. Oh, ja, van Sinterklaas gekregen. Ja. Mooie das, hè? Schitterende das, Loek. Ja, dankjewel. Ja, maar die das die kan helemaal niet. Zo kan niet? Nou, die kan niet. Er staan blote vrouwen op. Kijk dan. Blote vrouwen? Ja, hier. Kijk dan. Oh. Dat is toch een keurige das. Heel artistiek. Is het geen schilderij van Gauguin, dit? Gauguin? Ja, klopt. Ja. Gauguin. Was het maar Gauguin. Een Van Gogh das. Maar deze das kan niet. Er staan blote borsten op. Blote borsten? Blote borsten. Kijk dan. Zo. Blote borsten. Ja, hier. Zie je? Zo. Ga een andere das aantrekken, ja, maar dan moet ik wel helemaal naar boven, hoor. Ja, andere das. Deze das kan niet. Kan absoluut niet. Oh. Doe maar. Nou. Nee, ik vind het best, hoor. Niet gelezen. Ik weet er niks van. Nee, het gaat de hele week over deze das. Deze das? Ja, nou, en die das die staat voor veel meer. Ik zal het je even laten zien. Nou, vertel het dan. Ja, moet je kijken. Ik begrijp God niet waar want we gaan. Het is deze das die Tilburg in het verkeerde keelgat is geschoten. En de Telegraaf bracht dat dinsdag terecht heel groot op de voorpagina. Kijk, Sinterklaas maakte zijn intocht in Tilburg. En op een gegeven moment stond burgemeester Broks van Tilburg naast Sinterklaas op het bordes van het gemeentehuis. En de burgemeester droeg dezezelfde das met blote borsten. En honderden Tilburgers zijn daar verschrikkelijk door van streek geraakt. Ja, nou is Tilburg natuurlijk wel een hele achterlijke gemeente. Nee, is het hart nee, van de Brabantse daar gaat het niet om. Tilburg is een van de progressiefste gemeenten van Nederland. He? Tilburg pikt het niet langer dat een burgemeester onder het mom van artistiek zijn zich omhangt met blote borsten. Tilburg maakt een einde aan de exploitatie van de blote borsten. Blote borsten, elke avond op de nieuwe televisie. Das, blote borsten das. In de krant en de tijdschrift. Ik heb niks tegen Loek blote borsten. Met een nieuwe maar das. Het wordt toch te gek dat nu blote borsten. Nou, ik hij hoop, zit er. Sorry. Dat deze de goedkeuring kan wegdragen. Die is ook heel leuk, Loek. Ja. Mooie kleur, zeg. Keurige das, hè? Dat blauw, bekijk. Meneer De Bie, ook content. Ja, maar wat is dat voor kop daar onderaan die das? Wat is ook dat? Dit. Ja, dit is een vissenkop, zie je wel? Ook van Sinterklaas gekregen. Nou ja, leuk, hè? Oké, deze das kan er beter. Kijk naar het Rijk, Loek. Tijd verloren, even inlopen. Opschieten nu, jongens. Ja, ik zit al die tijd klaar, hoor. Ja, nee, ik ben niet over een nieuwe das begonnen. Nee, maar dit moest even, Loek. Nee, maar het is wel even duidelijk dus dat het de heer De Bie is. Ja, heeft het uitgelegd. Het is nu de goede das. Kijk op het Rijk. Oké, goed. Komt-ie. Ja. Ja, er is deze week veel te doen geweest over de sirenes. Hoe zit dat eigenlijk met ons waarschuwingssysteem? Niemand weet er het fijne van. Er heerst een complete chaos. Om daar enige orde in aan te brengen, is enige tijd geleden opgericht de Commissie Grootschalige Incidenten en Rampen. Voorzitter is, sinds 2 maanden, professor dokter ingenieur Akkermans. Loek Hobbema sprak met hem. Meneer Akkermans, welkom in Kijk op het Rijk, in uw nieuwe betrekking. Klopt, ma. Meneer Akkermans, heel Nederland heeft altijd gedacht dat de sirenes zouden gaan loeien bij oorlogsdreigingen. Ja, dat is voorbij, hè? De Koude Oorlog is voorbij. Ze zijn er nu om te waarschuwen voor milieurampen. Ja. Hoe worden dan de mensen gewaarschuwd? Radio, televisie, geluidswagens, pamfletten, maar op maar. Dus niet meer via de sirene? Ja, eerst de sirene om te waarschuwen dat er een pamflet in de bus kan vallen. Hè? Het net wordt fijnmaziger, ze worden iets zachter, maar er komen er wel veel meer, hoor. Ja,
De commissie heeft ook nieuwe signalen ontworpen. Ja, tijdens de Koude Oorlog moesten de mensen nog 3 verschillende signalen uit elkaar zien te houden en te onthouden. Zijn Nederlanders niet zo sterk in? Denkt u aan de pincode, meneer Obama? Dus het is 1 signaal geworden nu. Eerst een klein attentiesignaal. Hop, en dan 3 stoten van 30 seconden met 15 seconden daartussen. Dus je krijgt... Ja, in verband met de tijd kunt u dat samenvatten. Dat is 30 seconden. Ja, dan ja. 15 seconden pauze. 15. Dat is de tweede stoot. Ja. 15. En dan de derde. 30 weer seconden. 30 seconden, ja. Ja, dat duurt dus bij elkaar 2,5 minuut. Ja, correct. Maar als men dat buiten blijft staan beluisteren, dan kan het toch te laat zijn? Mensen moeten meteen naar binnen, ramen, deuren dicht, ventilatie afzetten, hè? Ja, maar wat dan, meneer Akkermans? Wat wordt het signaal voor alles weer veilig? Oh, zover zijn we nog lang niet. Het was de taak van onze commissie om een signaal te ontwikkelen om de mensen binnen te krijgen. Het kabinet heeft nu 3 jaar de tijd om de burgers te wennen aan dit basisscenario. En of en hoe ze dan weer naar buiten kunnen en wat het signaal ervoor is, dat is de taak van de volgende commissie. Ik denk niet dat ik daar voorzitter van zal zijn, maar want het vreet aan je. Dit was Kijk op het Rijk. Goedenavond. Ja, ja, dus de sirenes uit de Koude Oorlog, die worden omgesmeed tot sirenes in de Milieuoorlog. Ja, dat begrijp ik hieruit. Om te waarschuwen dat niet de Russen komen, maar de gifwolken. Ja, precies. Zal ik maar zeggen. Nou goed, daarom is het misschien wel aardig om een klein stukje te laten zien uit de Volkskrant van woensdag. Heb je niet gelezen? Nee. Nee. Nou, een overheidsfonds keert 1,5 miljoen gulden uit aan Westlandse tuiners die last hadden van een gifwolk. Maar welke gifwolk was dat dan? Want heb ik niets van. Oh, een wolk van een tijdje terug. 7 september. Oh, gelukkig. Weet je niet meer? Nee, daar kan ik me niks van herinneren. Nou, toen werd in het Rijnmondgebied een gifwolk gevormd. Ja. Die dreef naar het Westland. En toen werden daar de sla, de chrysanten en de andijvie vernietigd. Tss, daar weet ik helemaal niks van. Nee, omdat de sirenes daartoe nog niet verloeiden. Oh, dat is niet mijn schuld. Nee. Maar het artikel gaat verder. Ja. 1,5 dag later is die gifwolk aan de oostkust van Engeland. Ja. En daar werden toen de bomen voor ongeveer 50% van hun bladeren ontdaan. Eerlijk waar? Gewoon. Ja. Ja. Hoe waarschuwen we nou voor zo'n doorsnee rampje? Nou, ik zou zeggen 5 keer loeien. 50 seconden, minstens. Ja, ja, ja. Zo hard mogelijk. Wat dan? Moeten dan de tuinders naar buiten stormen en hun kroppen sla gaan inpakken? Wat stel je daarbij ja. voor? Ja. Ja, wel? En hoe waarschuwen we Engeland? Nou, dan moeten we in de Hoek van Holland een sirene bouwen van pakweg 100 meter hoog. Ach, schijt toch uit. Ach, schijt toch uit. Nee, joh. Luister nou eens hier. In de Koude Oorlog loeiden de sirenes 40 jaar lang om ons te waarschuwen dat iets zou kunnen gebeuren. Ja. En in de Milieuoorlog loeien de sirenes om ons te waarschuwen dat het al is gebeurd. Ja? Ja, zo zit het.